Het geloof in de moderne kunst, daar wil ik vanmiddag over spreken. Mede naar aanleiding van een voor mij wel bijzonder boek van Alain de Botton. Getiteld Religie voor atheïsten. En Alain de Botton die betoogt in dat boek dat hij met, laat ik het zo zeggen, hij is van mening dat de ontkerkelijking vast en zeker goede kanten zal hebben, maar hij is eveneens van mening dat wij het kind met het badwater weggooien als die ontkerkelijking wel net zo heel erg rap gaat, zoals nu het geval dreigt te zijn. En Alain de Botton die vraagt zich af, wat doen wij vervolgens met die leegstaande kerken? Nou, ik zou willen zeggen, was hij maar hier. Wat doen wij vervolgens met alle aan religie verklonken kunst van de loop der eeuwen? Hoe kun je religieuze kunst ervaren als God al een tijdje geleden is doodverklaard door Nietzsche? En het is een buitengewoon interessant boek. De Botton die bepleit eigenlijk dat we, als we God dan in de ban doen, dat we toch eigenlijk mildheid moeten betrachten jegens, en ik citeer, muziek, gebouwen, gebeden, rituelen, feesten, pelgrimstochten, gemeenschappelijke maaltijden en verluchte manuscripten. Dat we die allemaal behouden als wij besluiten dat God inderdaad dood is. Ik weet niet meer wie het was die het woord ietsisme heeft gemunt, maar ik dacht dat het Ronald Plasterk was. En Plasterk meende ook dat dat ietsisme de dood in de pot is voor wat betreft het moderne leven. Dan nog liever de rechtgeaarde godsdienstigheid, meende Plasterk. Ietsisme is misschien een puur Nederlands woord voor dat veel bredere spiritualiteit. Dat vervolgens weer allerlei zijvertakkingen heeft, van zingeving tot het al te moderne mindfulness. Hoewel ik net laat vertellen dat mindfulness weer totaal iets anders is dan spiritualiteit in het algemeen. Maar dat ietsisme, dat tiert welig. En Plasterk mag daar cynisch over doen. Maar velen onder ons die houden toch wel degelijk rekening met het feit dat er iets zou zijn. Eeuwenlang hebben wij dat iets gewoon God genoemd. Maar God is vervangen door iets. En sinds God is vervangen door iets, staan wij eigenlijk enigszins met lege handen als we de eeuwenoude religieuze kunst ervaren. Misschien is het zo dat kunst zelf die religieuze ervaring overneemt en worden grootmeesters als Rembrandt en Vermeer in ons eigen land of Caravaggio de nieuwe door de niet meer bestaande God gezonde aardse schepselen die ons dan eventueel tot een hoger inzicht kunnen verschaffen. Als we kijken naar de echte ongelovigen, hè, die ook wars zijn van het ietsisme, dan kun je eigenlijk twee typen ongelovigen onderscheiden. Die mensen die erg fijn, die het fijn vinden dat God niet bestaat en die daar ook een heel karwei van maken om alle anderen uit te leggen dat God niet bestaat. Dat kan Dawkins zijn, dat kan de nu overleden Christopher Hitchens zijn. Het kan in Nederland iemand als Theodor Holman zijn, wiens favoriete schrijver Gerard Reven is, maar die niettemin fel antireligieus is en die nog geen 3-4 jaar geleden nog voor de rechter moest verschijnen omdat hij zich moest verklaren over het feit dat hij had gezegd, nog steeds vind ik alle gelovige christenhonden. Maar dat stamde uit de tijd, die uitspraak, voor het grote multiculturele debat waar Holman ook een rol in heeft gespeeld. Maar er zijn dus die mensen die het fijn vinden dat God niet bestaat. En dan hebben we nog een tweede categorie. En die mensen die zeggen eigenlijk, ja, te betreuren dat God niet bestaat. Ze zijn met een klap ofwel zacht jankend van hun geloof afgevallen, een van de twee, of geleidelijk aan. Zo iemand is bijvoorbeeld de dominee's zoon Freek de Jonge. Die heeft in meerdere interviews gezegd, God bestaat inderdaad niet, maar wat is het toch betreurenswaardig dat ik deze conclusie moet trekken. De behoefte aan een God blijft dus wel degelijk bestaan. Vooral, laat ik het zo zeggen, bij die mensen die zeggen te betreuren dat God niet bestaat. En over die behoefte heb ik het volgende geschreven in dit boek Kennis is Geluk. Hoe noem je vervolgens de mens die evenmin een boodschap heeft aan het hogere of het spirituele, zoals die mensen in die tweede categorie, maar die uiteindelijk wel conform Alain de Botton en eventueel ook wel conform Freek de Jonge willen blijven genieten van alles wat gemaakt is uit naam van die God in wie men zegt niet meer te geloven of in het hogere in het algemeen. Zijn deze mensen, en nu spreek ik even uit de mond van mensen die het fijn vinden dat God niet bestaat, zijn dat de niet betalende meelifters in het treintje naar het spirituele dromenland, verstekelingen aan boord van het fregat God, Boeddha, Krishna, Allah? Het is een lastige vraag.
Maar het is en blijft een feit dat met de dood van God er nog steeds, zeker in de 20e eeuw, heel veel religieuze kunst wordt gemaakt. Alleen, ja, beide categorieën van ongelovigen, de mensen die zeggen blij te zijn dat God niet bestaat en de mensen die betreuren dat God niet bestaat, beide categorieën zien eigenlijk stelselmatig over het hoofd dat de grootste nieuwlichters van de 20e eeuw in de beeldende kunst wel degelijk op de een of andere manier zelf hebben verklaard door God te zijn aangeraakt of dat in hun werk hebben laten resoneren. Daar wil ik straks iets over zeggen. Maar ik wil eerst even een parallel maken voordat ik daar verder over ga, over de beeldende kunst. God en de beeldende kunst. God is een plot. Ik wil eerst even iets zeggen over de literatuur in Nederland en Amerika. Eén van de grote drie was zijn halve leven lang toch zeer actief in de Heer en dat was Gerard Reven. Het bijzondere van Gerard Reven was dat hij een soort, ja, ik zal maar zeggen, zelfgeschapen katholicisme in heel zijn religieus getinte werk heeft ondergebracht. Dat noemde hij zelf het revisme. En helemaal bijzonder was het dat eigenlijk het leeuwendeel van de Gerard Reven bewonderaars bestond en bestaat uit rabiate atheïsten. Ze zeggen niet te geloven in God, maar de manier waarop Reven de rituelen van de katholieke kerk incorporeert en er een geweldige grote Reviaanse grap van maakt, dat vinden veel mensen onvergetelijk en kostelijk. Ik noemde al Theodor Holman, hij is ook een van de grote, ja, zelfverklaarde fans van Gerard Reven. En die zegt, ja, als je van Gerard Reven houdt, dan moet je het katholicisme er wel op de koop mee op toenemen. Maar als we kijken naar een ander land, Amerika, waar ik zo meteen ook over kom te praten als het over beeldende kunst gaat. Als we kijken naar een ander land, dan is het eigenlijk opmerkelijk dat daar het Amerikaanse equivalent van de grote drie wel degelijk religieus geïnspireerd was en is. Ik zeg was en is, omdat eigenlijk twee van de drie zijn overleden. Maar het ongeloof zoals dat onder Nederlandse schrijvers wedertiert, er zijn eigenlijk nog maar weinig schrijvers die, even los van een Reviaanse ironie, zeggen in God te geloven. Of je moet bij Jan Siebelink zijn, die nog steeds de geloofsvrijheid van zijn vader heeft overgenomen en toch geen uitspraak over God durft te doen. En we tellen Desanne van Brederode en Willem-Jan Otte ook niet mee. Als we die niet meetellen, dan is eigenlijk de Nederlandse literatuur tot definitief van God losgeraakt. Als je kijkt naar Amerika, dan is het opmerkelijk dat de Amerikaanse bevolking nog steeds zeer religieus geïnspireerd is. Zwaar, dat weten wij. Maar wat opmerkelijk is, is dat in de intellectuele bovenlaag, waar God al lang al buiten de deur is gezet, dat daar nog steeds relatief heel veel gelovige schrijvers zijn. Van wie wij dat niet zo weten, omdat men er ook niet te koop mee loopt. Maar als we kijken naar de grote drie uit Amerika, het is het equivalent van Moelis, Reven en Hermans in Amerika, dan zijn dat Saul Bellow, John Updike en Philip Roth. De enige die echt fors werk heeft geleverd van het afscheid van God en ook totaal geen lijntje heeft met God, om het maar zo te zeggen, dat is Philip Roth. Maar de twee anderen, die zijn ieder op hun eigen manier woest in de strijd geweest met het bestaan van God. En Saul Bellow, in het werk van Saul Bellow is dat eigenlijk een onderstroom. En aan het eind van zijn leven, de Nobelprijswinnaar Saul Bellow, werd hem gevraagd, gelooft u nou eigenlijk in God? Want er worden van die enorme geloofstreden geleverd in uw werk. Dus ik geloof wel in God, maar ik val hem niet lastig met mijn eigen kleine geloof. Dat is wat hij zei. John Updike, ook als we zijn werk gaan bekijken, is daar ook een grote geloofstrijd gaande. Men valt daar inderdaad met een klap van zijn geloof. Maar even zoveel mensen blijven in het geloof, nou, ik wil niet zeggen hangen, maar blijven zich ophouden in de sferen van het geloof waar Updike, ja, invoelend en empathisch over schrijft. Dus het is veelzeggend en opmerkelijk dat figerende auteurs in de Amerikaanse literatuur nog veel meer, zal ik maar zeggen, geschakeld zijn. En laat ik het zo zeggen, dat ze een schakel ervaren met het goddelijke, met een kerkelijk bestaan, met een actief geloof in God. Een van de meest geliefde schrijvers van na de oorlog in Amerika is J.D. Salinger. U kent hem misschien van Catcher in the Rye. En Salinger heeft eigenlijk nooit uitspraak gedaan over zijn mate van geloof. Maar hij heeft wel een geweldige wonderfamilie gecreëerd. De familie Glass. The Catcher in the Rye is, zoals ik al zei, zijn bekendste roman. Maar misschien kent u ook de zogeheten Glass Stories. Een van de Glass Stories is getiteld Raise High the Roof Beam Carpenters. Schuine streep Seymour, an Introduction. En de twee andere verhalen zijn in dit door mij stuk gelezen boekje, Franny en Zoe. Over twee van de leden uit de wonderlijke familie Glass. Waarom is die familie zo wonderlijk? Het zijn allemaal hoogbegaafde kinderen. In hun jonge jaren traden
alle kinderen uit de Glass-familie, 6 stuks in totaal, allemaal op in een radioprogramma getiteld It's a Wise Child. Een programma voor hyperbegaafde en hyperintelligente kinderen die hele moeilijke, ik zal maar zeggen, 2 voor 12-achtige vragen kregen. En al die kleine kinderen wisten die vragen. En die vragen werden aangeblazen, zo zeiden die kinderen zelf, door een groter goddelijk wezen dat hun de antwoorden ingaf. Maar al deze kinderen, die leveren een soort geloofsstrijd. Soms letterlijk op leven en dood. Zo is er het meisje Franny Glass, die heel graag aan het theater wil en die ontzettend haar best doet om een goed actrice te worden. Zij heeft een vriendje Luke, die al buitengewoon ver is in die theaterwereld. En zij zelf ziet eigenlijk op jonge leeftijd, ondanks haar ambities, de enorme hypocrisie van de Amerikaanse Hollywoodwereld en de Amerikaanse toneelwereld. En aan die hypocrisie wil zij niet meedoen, maar zij wil toch schitteren op het toneel. Tegelijkertijd worstelt zij met de grootste vragen des levens. Zij heeft altijd bij zich een boekje, een soort zen-boeddhistisch boekje, The Way of a Pilgrim. En in dat boekje The Way of a Pilgrim staat van als je ergens over twijfelt, als je geen geloof meer hebt in de buitenwereld of in jezelf, als je twijfelt aan het bestaan van God of aan je eigen uniciteit, probeer dan, gelovig in God of niet, probeer dan onophoudelijk een soort zen-achtig mantra te zeggen, een soort gebed voor jezelf, een soort onophoudelijk bidden. Dat is wat ze ook doet, maar ze is in de ontvankelijke leeftijd, begin 20, en bezwijkt letterlijk aan haar crisis. Zij ligt op de bank. Iedereen met een puberzoon of dochter weet wel hoe dat is. Ze ligt op de bank, komt daar niet meer van af. Ze is begin 20, maar dat klopt niet, ze is 19. Ze is 19-jarig meisje, ligt ze met een molten deken tot onder haar kin opgetrokken. Ligt ze maar op de bank. En moeder Glass maakt zich terecht zorgen over het meisje, want ze eet ook niet meer. Het is niet het typisch geval van anorexia, nee. Het is een bestaanscrisis van een meisje van 19. Niemand die haar meer kan bereiken. Haar broers en zussen niet. Haar moeder niet. Haar vrienden niet. Ze hongert zich als het ware uit, maar we zien wel haar lippen onophoudelijk bewegen. Dan is haar broer Zoe op een gegeven moment op het toneel. Zoe probeert contact te leggen met zijn zusje Franny. Dat lukt hem niet, behalve wanneer hij zich voordoet per telefoon in het huis zelf en zij neemt wonder boven wonder op als haar broer Seymour. Maar Seymour is overleden, dus hij heeft werkelijk een lijntje met de doden. En dan krijgen we dit. Naar mijn idee, ja, onweerstaanbare passage van een niet-gelovige auteur die tegelijkertijd zijn personages met God, dood en leven laat worstelen. Het meisje heeft dus de horen aan de oren. We horen nu hoe haar grote broer Zoe tot haar praat. Je kan de gevolgen van je eigen hunkeringen gewoon maar laten barsten, meisje. Oorzaak en gevolg, oorzaak en gevolg. Het enige dat je nu kan doen, liggend op die bank daar, het enige religieuze dat je nu kan doen, is toneelspelen. Speel voor God als je wil. Laat dat dan maar doen. Wees Gods actrice als je wil. Wat zou er mooier kunnen zijn? Je kan het altijd proberen als je wil. Er is niets fout aan proberen. Vervolgens gaat hij terug naar Wise Child. Ik weet nog dat we voor zoiets als de 5e keer in Wise Child waren. Ik viel een paar keer in voor Walt, andere broer, toen hij in het panel zat. En weet je nog, toen we in het panel zaten, weet je wat Seymour toen tegen ons zei? Denk altijd aan het schoenenpoetsen voor de dikke dame. Ik had geen flauw idee wat hij daarmee bedoelde, maar hij vond dat we dat allemaal moesten doen. Schoenen poetsen voor de dikke dame. Hij heeft me nooit verteld wie die dikke dame was. Maar ik heb elke keer dat ik in de uitzending ben geweest, in It's a Wild Child, en al die jaren dat we samen in het programma zaten, en ook de jaren daarna nog, ik heb altijd, denk ik, mijn schoenen gepoetst voor de dikke dame. Ik geloof niet dat ik het vaker dan 1 of 2 keer heb overgeslagen. Ik had me een ontzettend duidelijk beeld van haar gevormd, van die dikke dame. Ze zat de hele dag op een veranda vliegen dood te meppen, met radio van de ochtend tot de avond op volle sterkte. Ik stelde mij voor dat het verschrikkelijk heet was en dat ze waarschijnlijk heel erg ziek was, maar ik weet het niet. In ieder geval leek het mij verdomd duidelijk waarom Seymour wilde dat wij altijd voor haar schoenen poetsten. Voor, tijdens en na de uitzending. Het klopte gewoon, meisje. Het klopte gewoon. En zal ik je dan nu een verschrikkelijk geheim vertellen? Luister je wel? Luister je echt? Er is daar niemand die niet de dikke dame is. Out there, daarbuiten. En dat geldt ook voor al jouw vrienden en voor die professor Tupper van jou en je vriendje Luke en voor al zijn neven en nichten. En voor mensen die naar jou kijken als je toneel speelt. Al die mensen in de zaal. Er is nergens iemand die niet Seymour's dikke dame is. Weet je dat dan niet? Weet je nog niet wat het geheim dan is, verdomme? En weet je niet, luister nou naar me, weet je niet wie de dikke dame eigenlijk is?
O meisje, het is Christus zelf. Het is Christus zelf, meisje. Franny kon van vreugde blijkbaar niets anders doen dan de telefoon vasthouden. Zelfs met twee handen. De rest moet u verder lezen. Salinger zelf was, zoals ik al zei, ongelovig. Maar de manier waarop hij het hele gezin hier, in dit geval het meisje Franny, laat worstelen, staat eigenlijk synoniem, of staat eigenlijk model, zou je kunnen zeggen, aan de geloofsstrijd van vele Amerikanen. Maar ook, zou je kunnen zeggen, zou het model kunnen staan voor veel kunstenaars in de 20e eeuw die een dergelijke geloofsstrijd hebben gevoerd en uiteindelijk ofwel God verlieten, ofwel kozen voor die spiritualiteit. En wat het bijzondere is aan de... Ik stap nu over van de literatuur en de beeldende kunst. Hè? Wat het bijzondere is aan veel kunstenaars in de 20e eeuw, is dat wij, argeloze stervelingen, er naar kijken en als het ware die worsteling die die kunstenaars hebben gevoerd in en buiten hun werk, er als het ware gratis bij nemen, zonder dat wij zelf die worsteling nog in hun werk leggen. Ik noem bijvoorbeeld Malevich met het zwarte vierkant. Ik geloof dat het anderhalf jaar geleden in de Hermitage in Amsterdam te zien was. Het beroemde zwarte vierkant van Malevich, die bij zichzelf dacht, als ik dit nu schilder op een klein wit doek met daar middenin een zwart vierkant, dan is dat denk ik wel het nec plus ultra van het abstracte. Verder dan dat kan de abstracte kunst niet gaan. Na hem wilden allerlei mensen toch nog verder gaan, maar Malevich vond dat. En Malevich was eigenlijk mondiaal gezien een vrij, ja, laat ik het zeggen, perifere figuur uit de Sovjet-Unie. En terwijl elders ter wereld soortgelijke gevechten werden gevoerd tussen figuratie en abstractie. Een paar decennia daarvoor was Vincent van Gogh, had zijn eigen weg gelopen van figuratie naar abstractie. In Europa woedde de strijd tussen figuratie en abstractie. Maar hij, Malevich, maakte dus dat zwarte vierkant, wat later in Europa en Amerika is omarmd als het ultieme abstracte schilderij, aan de hand waarvan later eigenlijk alleen maar varianten konden worden gemaakt. Maar wat zei Malevich zelf over dat vrij cerebrale abstracte schilderij, het zwarte vierkant? Hij zei, het is het gelaat van God. Dat vergeten wij er vaak bij als we daarnaar kijken. Dat Malevich, als het ware, levend in een tijd waarin God inderdaad werd doodverklaard, toch het gelaat van God wilde laten zien. En wat werd dat gelaat? Niet meer een levend wezen, niet meer een gedroomde entiteit, niet meer een afgezant van God, niet meer Gods zoon, maar pure abstractie. Dat is eigenlijk het beginpunt geweest van een hele weg die de 20e eeuwse kunst heeft doorlopen om God te vatten. Om God te vatten in een abstract beeld. Neem Hugo Ball, dat was een dadaïst. Hij maakte grappen over alles en iedereen, maar hij zei, als wij Wassily Kandinsky en Pablo Picasso kunstenaars noemen, echte scheppers, dan zijn het scheppers van een nieuwe wereld. En die nieuwe wereld is een wereld die te vergelijken is met de wereld van de oude schepper. Zij zijn letterlijk geen schippers naast God, maar scheppers naast God geworden, volgens Hugo Ball. En dan is er Kandinsky zelf, die een pamflet heeft gemaakt, Über das Geistige in der Kunst, waarin hij een pleidooi gaf voor spiritualiteit in alle mogelijke denkbare kunstwerken, niet alleen van hemzelf, maar ook van zijn tijdgenoten en van al diegenen die daarna kwamen. In 1987 was er hier in Nederland nog een veelzeggende tentoonstelling getiteld The Spiritual in Art, het spirituele in de kunst. En daar kwam een hele karavaan van kunstenaars voorbij, van wie wij eigenlijk niet beseffen dat ze kunnen worden gelieerd aan zo'n spiritueel bestaan, aan ook een geloofsstrijd. Maar inderdaad, daar was Kandinsky aanwezig, daar was Hugo Ball aanwezig, daar was Malevich aanwezig. Maar als wij ons beperken tot de Nederlandse beeldende kunst, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat tenminste drie sleutelfiguren uit de Nederlandse beeldende kunst zo hun eigen geloofsstrijd hebben gehad. Natuurlijk Vincent van Gogh. Zoon van een dominee, zelf een lekenpredikant geweest, uiteindelijk koers gezet naar Frankrijk. Maar ook in zijn jaren in Frankrijk, tot en met zijn allerlaatste jaren aan toe, schreef hij nog brieven aan zijn broer Theo, waarin je als het ware die geloofsstrijd ziet terugkeren. En iedere keer weer was het maken van een doek voor Van Gogh niet alleen een worsteling met de materie, niet alleen een worsteling met licht en kleur, maar niet alleen een worsteling met zijn voorgangers. Hè? Hij wilde eigenlijk, ja, laat ik het zo zeggen, ging het gesprek aan met Rembrandt. Van minder deed hij het niet. Maar ook was heel veel van zijn werk in die laatste jaren weer een worsteling met God. En met de eigen psyche natuurlijk. Maar Vincent van Gogh was eigenlijk, tegen wil en dank,
zou je kunnen zeggen, religieus geïnspireerd tot aan het einde toe. Wat wij vaak zijn geneigd om te vergeten. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de abstracte kunstenaar Pur Sang, zou je kunnen zeggen. Het tegenbeeld van de Dionysische van Gogh, en dat is Mondriaan. Als er nou iemand de fakkel heeft overgenomen, zal ik maar zeggen, van Malevich in ons eigen land. En als er nou één schutspatroon van de abstracte kunst is die men wereldwijd kent, dan is het toch wel de nieuwe van Gogh, zal ik maar zeggen. Dan is het Mondriaan. Als je 100 jaar geleden in Amerika stond en in New York en daar midden op Times Square de naam Mondriaan riep, dan wist niemand over wie het had. Als je 60 jaar geleden de naam Van Gogh riep, dan wist niemand over wie het had. Als je 60 jaar geleden in het hartje New York de naam Mondriaan riep, wist ook niemand over wie het had. Nu zijn beide kunstenaars, als het ware, ja, groter dan ons land zelf. Mensen kennen eerst Van Gogh, mensen kennen eerst Mondriaan en weten dan, oh ja, dat komt ergens uit Nederland. En als ik een derde persoon mag noemen, minder bekend dan Mondriaan en Van Gogh, maar bijvoorbeeld Torop, toch ook een schutspatroon uit de 20e eeuw, dan zijn wij ook geneigd om van hem te vergeten, gek genoeg, om van hem te vergeten dat zijn werk van begin tot eind ook religieus geïnspireerd was en ook religieus gekleurd was. Sterker nog, anders dan Van Gogh en Mondriaan, maakte hij ook een bekering mee tot het katholicisme en werd hij ook een kerkganger. Is vaak weggemoffeld in de biografieën van Torop, want ja, dat paste eigenlijk niet in ons collectieve beeld dat wij hebben van kunstenaars als rebellen, revolutionairen, Vincent van Gogh, de grote nieuwlichter, de miskende kunstenaar, iemand die in 1900 bekend werd bij een heel klein clubje mensen in Parijs, in 1910 bij een iets groter clubje in Parijs en nu pas bij iedereen. In Nederland. Maar 100 jaar geleden wist, als ik 100 jaar geleden hier had gestaan en ik had aan u gevraagd, weet u wie Vincent van Gogh is? Dan hadden misschien 3 mensen de hand opgestoken. En waar is hij nu bekend om? Inderdaad, als de rebel with a cause. Als de grote vernieuwer. De fakkeldrager, ik zal maar zeggen, voor Cézanne en ook voor Picasso. Maar vergeten wordt dat Vincent van Gogh 2 obsessies had. Inderdaad, het ene kleur en licht en het kunstvernieuwen en het andere toch werkelijk oog in oog staan met God. Hetzelfde geldt voor Mondriaan, over wie letterlijk door kunsthistorici, en ik als buitenstaande vind het toch eigenlijk wel bijzonder, of ik nou zelf geloof in God of niet, maar letterlijk zeggen heel veel kunsthistorici, ja kijk, die theosofische geschriften van Mondriaan, dat moeten we toch eigenlijk een beetje afdoen als een soort hogere luchtfietserij. Ze zeggen nog niet, net niet hogere wartaal, maar eigenlijk zijn de Mondriaan-liefhebbers van mening dat je die theosofische geschriften, die theosofische denkbeelden van Mondriaan eigenlijk weg moet halen, omdat anders het zicht wordt belemmerd op de werken van Mondriaan zelf. Maar de ironie wil dat voor Mondriaan zelf zijn theosofische, ja ik zal wel zeggen, in ieder geval licht, nou niet eens licht, behoorlijk spirituele kant, onverbrekelijk verbonden was met zijn abstracte kunst. Hij vond het één niets los te maken van het ander. In de waardering voor de persoon Mondriaan wordt dat wel gedaan. Ik weet niet wie van u er al geweest is in het Nieuwe Rijksmuseum. Nou, daar hangen nieuwe of vrij relatief onbekende Mondriaans. En het is inderdaad voorbeeldig gedaan door het Rijksmuseum. Schuin van de Mondriaans hangen wat werken van Theo van Doesburg. Recht tegenover de Mondriaans hangen werken van Man Ray. En hij wordt ook daar in de wereld van het Rijksmuseum, in het verhaal dat het Rijksmuseum vertelt van ons land, wat wil het Rijksmuseum doen, hè? Dat is de pretentie en de ambitie van het Rijksmuseum. Ook daar wordt verteld over Mondriaan als de man die, zal ik maar zeggen, voor ons allen de weg naar de abstractie heeft doorlopen en die ook als een soort voorvader van de abstracte kunst heeft gefunctioneerd voor veel woestere kunstenaars als van de Cobra-generatie en generaties na hem, maar geen woord in het Rijksmuseum over de religieuze verbinding die Mondriaan zelf legde tussen zijn werk en zijn levensovertuiging. Ook dat is, net als in de literatuur, ook dat is in de Amerikaanse beeldende kunst heel veel anders. Als je kijkt naar de Amerikaanse naoorlogse beeldende kunst, dan zijn de grote helden eigenlijk daar de kunstenaars van het abstract expressionisme. Barnett Newman, Frans Klein, onze Willem de Koning, zal ik maar zeggen, die toch eigenlijk, ja, wij beschouwen hem als een halve Nederlander, maar de Amerikanen helemaal niet. Die zien hem toch echt als een grote Amerikaanse meester. Jackson Pollock en Mark Rothko. Van die 3, van die 5, zijn 3 in hun werk
Nou, buitengewoon religieus geïnspireerd. Niet meer verklonken aan een kerkelijk bestaan, aan een soort geloofsovertuiging die binnen de vier wanden van de kerk is te verkleinen, zou je zeggen. Maar drie van deze kunstenaars hebben letterlijk geworsteld met God. Jackson Pollock, Barnett Newman en vooral Mark Rothko. Om te beginnen met Jackson Pollock. Ik had heel graag als het heel ouderwets nu, à la De Wereld Draait Door, wat werken willen laten zien. Maar meneer Willinga zei terecht, kijk, een preek is een preek en daar horen geen beelden bij. Zeker niet in een kerk als deze. Als het nou een katholieke kerk was geweest, nou, zwaar, dan hadden we... Althans, dat zei u niet, maar dat denk ik er maar bij. Dan hadden we wat beelden naar binnen kunnen smokkelen. Maar dat doen we dus niet. Maar als u nu de naam Pollock onthoudt en u weet niet onmiddellijk de bijbehorende beelden bij deze persoon, Google hem, Jackson Pollock. En dan zie je zijn befaamde drippings. Wat waren die drippings? Dat waren werken die hij... Wie van u kent Jackson Pollock? Wie van u kent het werk van Jackson Pollock? Dat is relatief nog best veel. Dat is een derde. Die 30% moet nu maar even naar de zijkant van de kerk kijken. Ga ik heel kort even zeggen voor die andere 60% wat Jackson Pollock maakte. Jackson Pollock begon eigenlijk als een vrij traditioneel figuratief schilder. Maar wilde een soort oerbeweging in de beeldende kunst maken die verder zou gaan inderdaad dan mensen als Van Gogh en Mondriaan. Hij had het idee dat hij één was met de natuur en dat hij de natuur zelf wilde laten spreken door zijn handen. Dus niet meer aandachtig penselen en kwasten en schilderen met het doek aan de wand. Nee, hij legde die doeken neer, raakte in een soort trance en door die trance maakte hij allerlei drippings, zoals dat heet. Woeste beelden, woeste lijnenspel, waarin later een soort patroon is gaan zien, als het ware, die, zou je kunnen zeggen, correspondeert met de kleinste deeltjes die er zijn in deze wereld. Jackson Pollock en de nieuwe natuurkunde, hij zou het zelf niet verzonnen kunnen hebben. Maar wat hij zei, toen mensen aan hem vroegen van, waarom schilder je niet meer zo ouderwets en naar de natuur? Waarom schilder je abstract en waarom heb je eigenlijk een natuurlijke, figuratieve schilderen verlaten? Toen antwoordde hij, I am nature, just like God. Ik ben de natuur, net als God zelf. En hij vereenzelvigde zich niet alleen met een persoon die de natuur was, maar ook met de schepper van hemel en aarde. Hij vond zichzelf geen afgezant van God, nee, voor minder deed hij het niet. Hij wilde Gods plaatsvervanger worden. Hij wilde het goddelijke in, zeg maar, de ecritureautomatiek neerzetten, in het scheppende gebaar. Dat wilde hij doen, dat is één. Dan is er Barnett Newman, die hele andere werken maakte, ook een abstract expressionist, maar die hele etherische, rustige en verstilde werken maakte. Cathedra heet een van zijn werken en Stations of the Cross is een ander. Barnett Newman was net als Pollock religieus geïnspireerd, maar hij zocht zijn inspiratie helemaal niet in dat automatische schilderen, maar in de Kabbala, het Joodse geloof, in oude relieken van het christendom. En hij noemde zich een religieus geïnspireerde kunstenaar in een wereld die afscheid had genomen van God. Zo zei hij het. En een Amerikaanse kunstcriticus zei over het werk van Barnett Newman, als je oog in oog staat met het werk van Barnett Newman, dan sta je oog in oog met het zwijgen van een onbereikbare God. Dat is geweldig gezegd, hè? Het zwijgen van een onbereikbare God. Dus die God is niet alleen onbereikbaar, maar in zijn onbereikbaarheid houdt hij ook nog eens een keer zijn alomtegenwoordige mond. Nou, dat is wat Barnett Newman probeerde. Die Amerikanen, dames en heren, doen het nooit voor minder, hè? Het zijn altijd de grootst mogelijke ambities die de Amerikanen hebben. Vandaar ook dat zij zo relatief, en dat er zoveel geknakte levens zijn in de Amerikaanse kunst en cultuur. Heel veel schrijvers en kunstenaars raakten ten prooi aan een depressie, overleden vroeg door overmatig drankgebruik, sloegen de hand aan zichzelf, pleegden zelfmoord. De tragische kunstenaarslevens zijn legio in Amerika. Misschien wel door die enorme ambities die zij koesterden. Als het ware alsof ze het gewicht van God zelf met zich mee moesten dragen. En alsof het grootste van het grootste niet genoeg was. Niet alleen in de literatuur, maar ook in de beeldende kunst. Want laat ik het zo zeggen, je moet wel van goede huizen komen. En ik denk niet dat er heel veel Nederlandse kunstenaars die het Barnett Newman nazeggen. Hè? Als je oog in oog met mijn werk staat, dan zie je het zwijgen van een onbereikbare God. Dat zou heel snel teutoons en pathetisch worden gevonden in Europa. Dan is er de derde
De derde religieus geïnspireerde kunstenaar van het abstract expressionisme. En dat is Mark Rothko. En van die drie is eigenlijk Mark Rothko ook het meest, zal ik maar zeggen, gecanoniseerd door, door kerk en door een kerkelijk leven in Amerika. Mark Rothko probeerde, net als Barnett Newman, het sublieme na te streven, het onzegbare in zijn werk neer te zetten. Dat deed hij door schijnbaar eenvoudige abstracte kunstwerken te maken, drie lagen vaak, maar achter die vaak duistere lagen van Rothko, hij begon zeer licht in zijn werk in de jaren 50 met bijna lichtgevend rood en oranje. Hij eindigde steeds duisterder eind jaren 50 met donkere monochrome kleurvlakken. Maar dat is het wonder. En in een ander verband sprak ik daarover als een keer in Utrecht over de stilte in het werk van Mark Rothko in de Cube Galerie hier in Utrecht. Het wonder van die abstracte werken van Mark Rothko is dat als je er oog in oog mee staat en je ziet die duistere, zwart-grijze, donkerblauwe kleurvlakken, dat je het idee hebt dat dat zwart licht geeft. Hoe heeft hij dat gedaan? Achter dat die zwarte lagen, die heel dun zijn aangebracht, suizen en fonkelen andere kleurlagen. Hij begon met een laag geel, lichtgeel, donkergeel, lichtrood, roze, donkerrood, blauw, groen. Alle kleuren van de regenboog die suizen en fonkelen mee in die werken van Mark Rothko. Dat achter dat duister een heel toneelspel van kleuren schuil gaat. Zo zei je dat. Mijn werken zijn toneelstukken. Mijn werken zijn theaterspelen. En ik zei net dat veel levens van kunstenaars in de knop braken. Mark Rothko is bij uitstek zo'n tragische kunstenaar. Zijn leven eindigde, hij eindigde eigenlijk als het ware onbegrepen, dacht hij zelf. Onbemind, in ieder geval onverkocht. Als je nu een Mark Rothko wil kopen, dan moet je het een lieve duit neerleggen. Dan kost dat ongeveer $40 miljoen. Het is daarmee kostbaarder geworden dan een gemiddeld schilderij van Rembrandt. Op de TFAF in Rembrandt was Rembrandt vorig jaar te koop voor €36 miljoen. Nou, ik wil niet zeggen daar lachende Erwin Rothko om, maar Rothko is tegenwoordig duurder. En waarom? En dat is de ironie van het lot. Tijdens zijn leven is er eigenlijk niets van zijn werk verkocht. Hooguit enkele werken voor een paar $100. Maar Rothko vond zichzelf als het ware in een lijn staan met Vermeer, die hij bewonderde. En dan maakte hij een grote stap naar inderdaad Malevich, Picasso, Mondriaan. En dan kwam hij, Mark Rothko. Dat is geen grootheid. Dat was geen megalomanie van deze man. Maar het zegt wel iets over zijn enorme ambities. Hij wilde in gesprek met de grootste, om het stilst zuivere, de stilst zuiver denkbare kunst te maken. Losgezongen van de aarde, spiritualiteit, radicale transcendentie is erover gezegd. Dat radicaal was zijn werk zeker en transcendentaal ook. Tegen het eind van zijn leven accepteerde hij een opdracht. En dat was het opdracht voor het maken van schilderingen voor een kapel. Een vrij grote kapel. En die kapel is later de Rothko-kapel genoemd. Want niet lang na het voltooien van die werken pleegde Mark Rothko inderdaad zelfmoord. Zoals wel meer van zijn broeders in de kunst in de 20e eeuw in Amerika. En hij heeft die kapel ook niet meer gezien. Die kapel is gebouwd in de jaren 70. En bij de opening waren daar vertegenwoordigers van de Grieks-Orthodoxe Kerk, van het moslimgeloof, van het hindoeïsme, van een veelheid van wereldreligies waren daarbij één. Omdat de makers, de architecten van de Rothko-kapel een bijna oecumenische ambitie hadden. Dwars door alle gelaagdheden, dwars door alle zuilen van de wereldreligies wilde men een plek in Amerika creëren waar iedereen, van welke religieuze gezindte dan ook, welkom was en waar iedere religie elkaar ook zou kunnen ontmoeten. En het wonderlijke is dat die Rothko-kapel daarin geslaagd is. Dat op de dag van vandaag is het een soort ontmoetingsplaats voor mensen van diverse geloven. En ook na 2000, na 9-11, is die Rothko-kapel recht overeind gebleven. En zijn daar inderdaad mensen die elkaar ontmoeten zonder enige wanklank. De eerste wanklank moet nog plaatsvinden in die Rothko-kapel. En wat zie je en wat ervaar je als je in de Rothko-kapel staat? Niets dan die duistere werken van Mark Rothko. Die sferische, abstracte werken. Van die werken dacht Mark Rothko dat wij anonieme stervelingen, er genoeg aan hadden. Dat na zijn werk er eigenlijk geen behoefte meer was bij ons aan figuratieve kunst. Hij geloofde werkelijk, en dat was een beetje ongelukkig van hem uitgedrukt, in een duizendjarig rijk van de abstracte kunst. Hij kon zich niet voorstellen dat er na hem en na de grandeur van zijn werk nog kunstenaars zouden zeggen, ja,
de abstracte kunst, dat laten we wat het is. Wij gaan weer terug naar de figuratie. Maar het gebeurde wel. En het gebeurde nogal ingrijpend naar het idee van Mark Rothko. Eind jaren 50 was zeg maar, de kunstwereld in New York nog in de ban van de abstracte kunst. Zonder dat het veel verkocht werd. Maar in 61 waren daar ineens twee voor Mark Rothko onbegrijpelijke figuren. De ene figuur heette Roy Lichtenstein en maakte Mickey Mouse na. En schilderde Donald Duck na en striptekeningen. En kwam daarmee nog in de New Yorkse galeries ook. En later in musea. De ander was al helemaal een eigenaardige figuur volgens Mark Rothko. En dat was een kind van een immigrantenfamilie uit Slowakije. Een zeer eigenaardige man met een klak van mensen om zich heen. En Rothko vond hem werkelijk verachtelijk. Hij zei over Andy Warhol, "These guys are out to murder us." En met ons bedoelde hij hemzelf en zijn generatiegenoten in de abstracte kunst. "These guys are out to murder us." Dat zei hij tegen zijn vrouw, die dat niet begreep. Maar Mark Rothko voelde zich dus bedreigd door het pop-artwerk van Andy Warhol. Hij vond het vreselijk. Zeker toen het ook nog werd geëxposeerd in dezelfde New Yorkse tentoonstellingsruimte van de legendarische galeriehouder Leo Castelli, waar zijn werk had gestaan, was getoond, van Mark Rothko. Moet je je voorstellen, daar hangt dat inderdaad transcendentale, verheven, sublieme werk van Mark Rothko, over wiens werk Henk van Os zei, en waarom zeg ik dit, want van mij gelooft u niet, maar Henk van Os, de oud-directeur van het Rijksmuseum, kan het weten. En als ik dit citeer, dan heeft u nu een blijk, of dan heeft u misschien inzicht in de genialiteit van Mark Rothko, over wiens werk Henk van Os zei, het is moeilijker om een abstract werk van Mark Rothko na te schilderen dan dat het is om de Nachtwacht na te schilderen. Hoe vindt u dit? U kunt het nalezen in dit boek, waarin ik daar wat uitgebreider op inga, op die fenomenale uitspraak van Henk van Os. Het is dus moeilijker om een werk van Mark Rothko na te maken dan de Nachtwacht. Nou, het is al heel moeilijk om de Nachtwacht na te maken. Dan moet u zich voorstellen, iemand die zulke op het oog eenvoudige, maar zeer gecompliceerde schilderijen maakte, over wie diezelfde, waarover diezelfde Henk van Os zei, je raakte bevangen door een bedding van kleur, je werd binnengezogen in een nieuw universum, je stond oog in oog met een soort sublieme rust. Dat is wat Henk van Os zei over die werken. Nou, iemand die zulke sublieme kunst maakt, wordt ineens overlopen door zo'n, ja, vond hij Patje Peer met pop art, die dollarbiljetten maakte. Hè? Of die Marilyn Monroe schilderijen maakte. Rothko vond het vreselijk en het heeft hem mede toe gebracht dat hij zich niet meer begrepen voelde. Niet meer door zijn naasten, niet meer door zijn kring van vrienden, niet meer door helemaal niet de grote boze buitenwereld. En hij pleegde in 71 zelfmoord, eigenlijk à la Vincent van Gogh, in zijn tijd eigenlijk al vergeten, onbekend en onbemind. De rest is geschiedenis, want nu hangen die sublieme werken van Rothko overal. En u kunt ze zien, onder andere in de Rothko-zaal in Londen, in de Tate Modern. Maar nu het volgende, dames en heren. Deze Mark Rothko, die samen met Jackson Pollock en Barnett Newman, ik zal maar zeggen, niet God zelf, maar wel diens alomtegenwoordigheid hoog in het vaandel had. Wie had kunnen denken dat de man die hij zo plat vond en die hij zo'n, ja, grote vervuiler zelfs noemde, Andy Warhol. Wie had kunnen denken dat zelfs Andy Warhol, de man van de showbusiness, de man van de pop art, de man die zei, iedereen zal beroemd worden voor 15 minuten, de man die zei, alles van plastic is geweldig, ik hou van de oppervlakte, de diepte bestaat niet. Wie had kunnen bedenken dat zelfs in Amerika Andy Warhol na zijn dood zou worden geïdentificeerd als in wezen ook een religieus geïnspireerd kunstenaar. Ja, dan hebben we eigenlijk iedereen gehad in de 20e eeuwse kunst in Amerika. Maar het is wel waar. En ik wil daarmee besluiten met een kleine anekdote over Andy Warhol. Afgelopen najaar, u bent er misschien geweest, was in de Nieuwe Kerk dat fenomenale werk te zien van Andy Warhol dat hij één jaar voor zijn dood maakte. Het laatste avondmaal, vrij naar Leonardo da Vinci. Hij heeft er vele gemaakt, vele variaties op dat laatste avondmaal. De totstandkoming is tamelijk prozaïs. Hij werd gevraagd, Andy Warhol, door een handelsbank uit Milaan om een werk te maken dat zou komen te hangen in het kantoorgebouw van die grote handelsbank in Milaan. Nou, bevindt die handelsbank zich om de hoek van een kerk in Milaan. En dat is, en dat zeg ik altijd verkeerd, dus ik moet even spieken nu, dat is de Santa Maria delle Grazie in Milaan.
Om de hoek daar schijnt dus een handelsbank te zijn. Daar, voor Andy Warhol was het 1 en 1 is 2. Ik ga een bezoek brengen al daar. Ik ga ook denken aan... ik ga denken aan de grootste Italiaan die naar mijn mening heeft geleefd. Ik probeer een antwoord te geven op het laatste avondmaal. Zo ging het, althans, zo dacht men altijd dat dat de ontstaansgeschiedenis was van het laatste avondmaal van Warhol. Ook een pop-art grapje. Alles kreeg een pop-art sausje bij Andy Warhol. De electric chair, de elektrische stoel uit de Amerikaanse samenleving, maar ook Marilyn Monroe, ook Elizabeth Taylor, ook Mao. En men dacht eigenlijk, god, nu is zelfs het laatste avondmaal niet meer veilig voor die oppervlakkige pop-art kunst van Andy Warhol. Maar pas na zijn dood bleek het wonderlijke. Andy Warhol kwam eigenlijk out of the closet als een pop-art kunstenaar en ook als een kunstenaar met een, laat ik het zo zeggen, hij was even frigide als homoseksueel en stond zich op beide dingen voor. Hij zei, frigide en impotente mensen gaan het helemaal maken. Maar wat was zijn best bewaarde geheim? Dat Andy Warhol bij leven en welzijn eigenlijk zijn hele volwassen leven katholiek was en is gebleven. Alleen, hij dacht, alles, men mag alles van mij weten. Hij leidde een openbaar leven. Maar altijd, iedere dag, rond een uur of 5, sloop hij weg uit zijn New Yorkse atelier, The Factory, en ging hij of alleen, of met zijn moeder, Julia Warhola, naar de kerk op Madison Avenue. En zat hij helemaal achterin. En dat deed hij dagelijks. Hoe hij het presteerde, het is zeer bijzonder. Maar niemand van zijn vrienden en kennissen wist dat, alleen heel vaag. Toen moeder Warhol overleed, vond Andy, zoon Andy, je moet wel weten, Andy Warhol en zijn moeder leefden als in een soort symbiose met elkaar. Hè? In één en hetzelfde pand waar nooit iemand kwam. 4 verdiepingen vrij voor moeder en zoon Warhol. Andy Warhol wilde altijd op feestjes en partijen zijn, maar je mocht nooit bij hem thuis en zijn moeder komen. Ze hadden wel 7 katten en die heetten allemaal Sam. Wat vond Andy, zijn moeder was zwaar gelovig, bad ook de rozenkrans. Wat vond Andy Warhol na de dood van zijn moeder in een van de jurken van zijn moeder? Een bidprentje. En een bidprentje van het laatste avondmaal. En dat raakte de doorgaans toch zo onbetrokken Andy Warhol diep in het hart. En bij de begrafenis van Andy Warhol was er 1 persoon die daar sprak. En die hield daar een toespraak waar niemand iets van begreep. Maar het gaat als volgt. En dat citeer ik weer even verderop in Kennis is Geluk in een ander verband. Maar u moet het nu maar horen. En dat is de biograaf van Pablo Picasso, John Richardson. En die zei, ik zou willen herinneren aan een kant van het karakter die Andy Warhol voor iedereen verborgen heeft weten te houden. De spirituele kant. Degene van u die hem kende in situaties die het tegendeel van spiritueel waren, kunnen verrast zijn dat er überhaupt zo'n kant bestond. Maar die was er wel en het is de sleutel tot de psyche van de kunstenaar en misschien wel de sleutel tot alle kunst van Amerika van na 1950. Voor minder deed deze spreker het niet en hij werd toen eigenlijk, althans, zo wil de overlevering, want ik was er zelf niet bij, maar hij werd glazig aangestaard door degene die dienst bezochten. Maar in 1999 verscheen er een boek getiteld The Religious Art of Andy Warhol. En dat boek, dat kantelde het hele zicht op het werk van Warhol. En met terugwerkende kracht vond men in, nou juist het werk van die kunstenaar, van wie men altijd dacht dat hij van God los was, wel degelijk allerlei sporen van religie. Zelfs op de pop-art-achtige manier. In het laatste avondmaal zelf, in een van die prints van het laatste avondmaal, heeft Andy Warhol een groot vignet gemaakt van doof, dat nu nog bestaat. Hè? Typisch Andy Warhol, weer een merk neerzetten, doof. Van het douchen, u weet wel. Maar dat is natuurlijk een kinderlijke, pop-art-achtige manier om te verwijzen naar de vredesduif. General Electric, de grootste op 3 na grootste multinational, nu nog steeds, in en buiten Amerika. De eerste 2 letters van het logo van General Electric, want Andy Warhol hield enorm van vignetten uit het grootkapitaal. De eerste letters van General Electric, het logo daarvan, zie je in het hart terug van het laatste avondmaal. Want dat is natuurlijk boek Genesis, General Electric, de eerste 2 letters. Nou, ik noem u nu 2 voorbeelden van, u denkt, zwageman kletsen uit zijn nek, maar dit zijn allemaal verhalen uit de wereld van de hogere Andy Warhol-kunde die nu gaande is. Want in die wereld van de hogere en die Warholkunde is men nu ontzettend bezig om die religieuze vignetten terug te vinden met terugwerkende kracht in zijn werk. De ironie van de geschiedenis wil dus
dat twee kunstenaars die elkaar totaal niet begrepen in Amerika, Mark Rothko en Andy Warhol, de een vond het maar raar werk dat, van wat de ander maakte, die abstracte kunst, en de ander had bijna een persoonlijke hekel aan de ander, aan Andy Warhol. Ze hebben elkaar ooit één keer ontmoet en Mark Rothko weigerde toen de hand te schudden van Andy Warhol. Heel kinderachtig. En hij zei van, ik schud geen hand met tuig. Of iets van die aard. Zo, ja, hoe grote mensen ook heel klein kunnen zijn. Maar wie had kunnen denken dat die twee uitersten in de Amerikaanse kunst, en misschien wel in onze kunst van de 20e eeuw, door één ding verbonden worden. En dat is uiteindelijk die kennelijk onverbeterlijke religieuze geïnspireerdheid. Warhol is wat dat betreft misschien wel de kunstenaar bij uitstek die een wereldwijde bewondering geniet bij allerlei mensen die van zichzelf veel willen zeggen, maar niet dat ze gelovig zijn. Het geldt een beetje hetzelfde voor Gerard Reven. Laat ik besluiten met één kort citaat. En dan maak ik de cirkel rond om weer even terug te keren bij Alain de Botton. Wiens boek voor mij uitgangspunt vormde voor het houden van dit betoog. Alain de Botton die houdt een pleidooi voor, laat ik het zo zeggen, een nieuwe naamgeving aan musea. En wat voor nieuwe naamgeving wil hij zeggen? Nu de kerken dan leeglopen en nu er allerlei ludieke dingen gebeuren in kerken. Dit is nog wel het minst ludieke, maar ik was laatst in Horen. En er was een heel winkelcentrum in een oude kerk aangebracht. Maar hij zegt, laten we dan, we moeten in een wereld waarin God verdwenen is, we moeten mensen een soort religieus houvast geven. En als wij leven in een wereld waarin we afscheid hebben genomen van God, al dus Alain de Botton, betekent dat niet dat wij ook afscheid kunnen nemen van de individuele behoefte bij iedereen aan een soort godheid. Ook al, nog allemaal door Alain de Botton, ook al hebben wij God doodverklaard, er is in ieder mens een soort intrinsieke behoefte naar het hogere, naar het grotere, naar het transcendentale. Gegeven het aantal spiritueel geachte moderne kunstenaars. Sorry, ik maak even mijn gedachten over Alain de Botton, dan ga ik dit voorlezen. Wat hij wil is dat we musea voortaan een soort seculiere gebedsruimtes gaan noemen. Dus het Rijksmuseum moet volgens Alain de Botton een seculiere gebedsruimte noemen. Nou, als we dat gaan doen, dan kun je dit zeggen. Gegeven het groeiende aantal spiritueel geachte moderne kunstenaars, dringt zich nu ineens bij die gedachte van Alain de Botton om het museum de nieuwe kerk te laten zijn voor onze tijd aan Geert Mak op. Of liever gezegd aan het boek van Geert Mak met die geweldige titel Hoe God verdween uit Jorwert. Waar vroeg God asiel aan nadat hij uit het Friese dorpje was verdwenen? Wij weten nu, in vermomming en onder schuilnaam maakt die uit Jorwert verdwenen God, waart hij rond in talloze musea van moderne kunst. In de religie voor atheïsten oppert Alain de Botton het idee om sommige musea dus inderdaad seculiere tempels te noemen. Laat ik beëindigen met dit. Het kost weinig moeite om de uit Jorwert verdwenen God, waar hij ook mogen zijn, in stemmen te zien knikken. Dank u wel. Dank u wel.